Ja, ik vind het een kunstenaar natuurlijk. Ik bedoel, daarom hebben we hem hier natuurlijk ook. Maar ik snap dat sommige mensen zeggen, het is toch wel een beetje een vandaal wat dat betreft. Vanaf dit weekend kunt u zelf oordelen in het Doemuseum in de Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren. Daar is een tentoonstelling te zien van onder meer 125 prints van het werk van de politiek-activistische graffiti-artiest Banksy. Zijn werk is natuurlijk gewoon in de straat te zien, dus iedereen kan er een foto van maken. En we hebben de rechten van de foto's gekocht, dus daarom kunnen we ze hier laten zien. Die is natuurlijk altijd illegaal op straat, vooral in Londen is die begonnen. En dat is op een gegeven moment geaccepteerd door de maatschappij. En zelfs zo erg dat gewoon werken van hem worden bewaard en als een monument worden gezien. Inmiddels heeft Banksy wereldwijd zijn werk achtergelaten. Zo ook bijvoorbeeld op de scheidingsmuur tussen Palestina en Israël. Zoals je hier achter mij kan zien bijvoorbeeld, is een meisje te zien die aan ballonnen hangt om proberen om die muur over te komen. Aan de andere kant van mij zie je dan dat er twee jongetjes bezig zijn met het uithakken van de muur om te komen tot een mooier leven. Dus het beloofde land of een mooi tropisch eiland. En dat is natuurlijk wat staat voor de onderdrukking van Palestina in dit geval. Speciaal voor het openingsweekend maakt Casper van Adrichem een nieuw graffiti kunstwerk. De kunstenaar uit Amersfoort laat zich in dit geval inspireren door Banksy. De vluchtelingen, dat is een hele issue op de hele wereld. En Banksy die is altijd bezig met dingen die nu spelen in de maatschappij. Daar zie je heel veel politieke dingen. En daarvoor heb ik gekozen voor deze foto van een Afghaans meisje. Ook een vluchteling eigenlijk, om een beetje in Banksy zijn inspiratie te blijven. Er is wel een groot verschil tussen beide kunstenaars. Adrichem werkt veel uit zijn handen, terwijl Banksy vooral schablonen gebruikt om zijn werk te maken. Hij gebruikt schablonen dus vooral om snel te zijn en niet in de handen te komen van de politie, die natuurlijk altijd op zoek zijn naar graffiti-kunstenaars, om die te pakken. Het is vandaag nog niet zo druk bij de expositie, maar de kenners zijn onder de indruk. Heel tof. Ja, ik ken zijn werk natuurlijk ken ik al het meeste. Ja, dat is prachtig dit. Echt gewoon mooi opgezet, goed, hangt veel. Ook met alle verhalen erbij waarom het is gemaakt en hoe en waar het hangt. Dat vind ik ook reuze interessant om dat te weten. De tentoonstelling is nog tot eind februari te zien in het Doemuseum in Zuidlaren.